Welkom bij Bewijsrapportage. Geluid zichtbaar maken. Kan dat? Nou, het antwoord daarop is ja. En wat heb ik hier staan? Een klasse 1 geluidsmeter en een akoestische camera. En met die akoestische camera kan geluid zichtbaar worden gemaakt. Hoe werkt dat? Het voorscherm, zoals u dat hier ziet, heeft 64 sensoren, 4 lichtbronnen en een camera. Het geluid wat van de bron afgaat op de camera wordt verwerkt tot een lichtsignaal. Dat gebeurt met 100 metingen per seconde. Of het nou zacht geluid is of hard, het kan geregistreerd worden met de akoestische camera. Bewijsrapportage past er toe voor de bouwakoestiek, voor het doormeten van machines en zo zijn er nog vele toepassingen. Vandaag ga ik u laten zien hoe geluid door een gesloten kozijn met een klein gaatje erin naar buiten gaat. Kijk maar mee. Nou, we hebben dus een testopstelling gemaakt om te laten zien hoe geluid de makkelijkste weg naar buiten zoekt. Zoals we zien, gesloten kozijn, klein gaatje hè, bovenin de deur voor het beslag. En we hebben binnen de testopstelling gemaakt. En in dit geval gebruiken we dus een ruisbron. Waarmee we met ongeveer 60 decibel, dat is iets harder dan spraakniveau, het kozijn gaan aanstralen met geluid. Om te kijken hoe het geluid naar buiten gaat en vooral ook waar. We gaan nu de ruisbron aanzetten om te meten waar het geluid door het kozijn naar buiten komt. We hebben nu een geluidsmeting gedaan door middel van akoestische beeldvorming. Wat hier te zien is, zijn drie dingen. A, datgene wat we hebben gefilmd met de camera, een sonogram met de energie van het geluid en een frequentietabel. Dan zal ik nu laten zien waar het geluid lekt. De vlekken die u tegen de muur aan ziet gaan, zijn vogels. Het geluid van de vogels weerkaatst op de muur. Maar duidelijk te zien is dat bij de deur een geluidslek zit. Wilt u nou meer informatie over akoestische beeldvorming? Kijk dan op www.bewijsrapportage.nl.